Christa Bakker, je bent van Schiphol. Wat doe je op Schiphol? Ik ben voor Schiphol verantwoordelijk voor alle digitale middelen die Schiphol heeft om haar doelgroepen te bedienen. Dus reizigers, maar ook werknemers. En daarnaast ook allerlei B2B doelgroepen zoals Schiphol Real Estate, Cargo, Schiphol Media. Steeds meer waarschijnlijk dan, of niet? Steeds meer. Je functie wordt steeds ruimer, denk ik. Absoluut, omdat social media er natuurlijk ook bij komt. Ja. En iedereen wil tegenwoordig een app. Ja, ja. En daar komen ze bij, en dan komen ze bij jou. En dan komen ze bij mij. Ja. Ja. Hey, en wie krijgt er wel een app en wie krijgt er geen app? Hoe weeg je dat af? Dat weeg ik alleen af als ik denk dat de doelgroep ermee geholpen is. En anders geef ik ze een ander advies. Ik ben geen gatekeeper. Alleen ik probeer zo goed mogelijk de doelgroep te bedienen. Als het een app is, is het een app. Ja. Als het een site is of een ander middel, misschien zelfs een folder, dan kan het ook. Ja. Hey, en wat is de reden voor jou, voor jullie, om aan dit evenement een bijdrage te leveren? Er zijn eigenlijk meerdere redenen. Eén is dat wij het heel interessant vinden om onze data te delen met de andere partners die hier zijn. En te kijken wat voor mogelijke combinaties er te maken zijn, die we zelf niet hadden bedacht. Dus daar zijn we heel nieuwsgierig naar. Een andere is dat we steeds meer kijken naar hoe we onze Schiphol-data op een manier die veilig is en juist beschikbaar kunnen stellen aan mensen die daar goede ideeën hebben voor onze doelgroepen. Ja, ja. Hey, en goede ideeën voor jullie doelgroepen. Dus er gaan andere mensen gaan dan aan het werk met de gegevens die jullie ze aanreiken. Is dat nog een proces geweest binnen jullie organisatie? Of is dat een heel normaal ding voor jullie om te doen? Ik denk dat het 2 jaar geleden nog wel een heel proces was geweest. Maar eigenlijk nu begint het normaal te worden en vindt iedereen het wel heel erg leuk om te laten zien wat we allemaal hebben en te wachten wat daarop afkomt. Iedereen is heel nieuwsgierig en enthousiast. Ja. Dus het was geen proces, gelukkig. Okay. Ging heel makkelijk. Ja, waar kunnen de developers die hier zijn? Wat reiken jullie ze aan? Welke data mogen ze wat mee? Onder andere vluchtinformatie. Maar we hebben ook TomTom-apparaatjes in de bussen geplaatst die van naar de parkeerterreinen gaan. En we hebben een stuk bagageinformatie. Ja. Dus, en bagageinformatie betekent het wanneer het op de band staat of waar het naartoe gaat? Of ja, wat? Dat soort zaken, ja. 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 Hey, en is dat informatie die alleen voor dit weekend beschikbaar? Of is dat eigenlijk informatie die altijd al wel openbaar is? Nee, voor nu is het alleen dit weekend. Maar wat ik eigenlijk hoop, dat de organisatie zo enthousiast wordt. Ja. Dat we gaan kijken hoe we het veilig naar buiten kunnen brengen. Ja, het is ook niet altijd informatie die alleen van Schiphol is. Hè? Heel vaak ook van partners. Dus dat kunnen we ook niet altijd alleen besluiten om dat vrij te geven. Dus daar moeten we echt met onze partners over in gesprek en kijken hoe we dat kunnen doen. Ja, hey, en de kansen van die data beschikbaar stellen zijn helder in de zin van, hè, er is een grote groep creatieve en slimme mensen die wellicht op een andere manier naar zaken kijken dan jullie zelf. Die op een manier combineren die je misschien niet meteen als eerste bedenkt. Maar zitten er voor jullie ook risico's en gevaren aan? Nee. Nee? Absoluut niet. Nee. Nee. Als mensen dat wel, voor de mensen die dat wel denken, is dat meer een soort van mindset? Is dat meer omdat dat heel veel bedrijven komen van een zeg maar gesloten organisaties en groeien zijn naar open organisaties? Nou, waar een zorg zou kunnen liggen natuurlijk, is dat bijvoorbeeld voor vluchtinformatie voor reizigers is natuurlijk heel belangrijk dat dat juist is. Hè? De reis is voor heel veel mensen nog een stressvolle bezigheid. En wij willen ervoor zorgen dat de informatie als die naar buiten gaat, dat die altijd actueel is en goed. Ja. En ja, compleet. En daar ligt wel een zorg dat wel zo moet blijven. Ja. Ja, maar goed, dat ligt eigenlijk aan de andere kant, zeg maar. Kunnen we waarmaken wat we beloven? Hè? Is dan het ding. Ja. Welke, natuurlijk, al die creatieve mensen gaan hele mooie dingen bedenken. Maar voor wie niet helemaal zeg maar, die touwtjes aan elkaar knoopt, wat voor koppelingen zie jij voor je? Of die eigenlijk al onmiddellijk voor je ziet, zeg maar? Uiteraard, de combinatie met Transavia zou heel interessant zijn. Maar dat is wel voor de hand liggend. Ik hoop dat mensen ook iets gaan doen in combinatie met Bol. Hè, bijvoorbeeld, u vliegt naar een bestemming en daar hebben we iets bij. Of haal je boodschap alvast op, want je komt zo meteen aan. Hè. Nee, ik noem maar wat. Ik heb het zelf niet bedacht. Nee. Maar ik hoop dat er wat combinaties uitkomen die
ja, die echt verrassend voor ons zijn. Ja. Vernieuwend. Ja. Hey, als je kijkt naar jullie organisatie en innovatie, wat kunnen jullie van deze wereld leren? Gewoon beginnen, ja? Denk ik. Ja. Wordt er te veel en te lang nagedacht? Vaak nog wel, ja. Ik denk dat dit echt laat zien van je kan dus gewoon als je op zaterdagochtend begint op zondag iets opleveren. Ja. Dan moeten we natuurlijk nog maar afwachten, maar daar gaan we vanuit. Hè. De ervaring leert dat bij andere hackathons natuurlijk wel. En ik denk dat het steeds meer, maar ik vind dat Schiphol daar wel positief aan in het veranderen is, dat het steeds meer blijkt dat je voortschrijdend inzicht hebt. He, dus je kan niet een jaar nadenken over iets wat je wil, want dan wil je misschien wel iets totaal anders. Dus gewoon beginnen en zo goed mogelijk in de gaten houden waar je mee bezig bent. En steeds bijsturen waar mogelijk. Ja, en je zegt van de cycli, de lijken korter, de periodes, de dingen gaan snel. Is dat iets van de laatste jaren? Zoals ik het ervaar, wel, ja. Ik denk dat de markt zodanig snel verandert. Dat het zonde is om overal eeuwig maanden over na te denken. Ja. Ja. Hey, en is dat technologie gedreven? Speelt technologie daar een grote rol in die versnelling? Beide. Je ziet dat technologie natuurlijk wel ook een beetje wordt opgelegd aan de consument. Hè, dus dat ze daardoor andere dingen gaan doen. Maar door alle apps en alle functionaliteiten die consumenten gebruiken, raken ze gewend aan een bepaalde manier van data die op ze afkomt. En ik denk dat je daar gewoon heel snel bij moet zijn. Ja. Je wil gewoon continu op de hoogte zijn van alles wat je tegenkomt in wat je ook maar doet. En je verwacht ook dat dat naar je toe komt en dat je er niet om hoeft te vragen. Ja. Hey, is het voor jullie lastig dat mensen misschien niet altijd snappen, zeg maar, wat dan Schiphol is en wat een luchtvaartmaatschappij en wat een dat kan ik me best wel niet bij voorstellen. Niemand, ja. Dat hoeven ze ook niet te weten, maar hoe de constructie in elkaar zit. Ja, heel veel mensen vinden dat toch wel lastig. Ja. En zijn daardoor wel vaak ook verrast. Hey, van ik wist niet dat Schiphol dit deed. Ik wist niet dat Schiphol dit had. Of ik wist niet dat ze dat mij konden bieden. Maar we hebben daar nog wel een weg te gaan in onszelf laten zien. Ja. Ja. Hey, waar ben je trots op wat jullie zelf doen op het digitaal gebied? Ik ben heel trots op wat we met social media hebben bereikt. We hebben echt een behoorlijke fanbase en die begint te groeien. Hè, waarmee we dus ook echt kunnen laten zien van wat doet Schiphol nou? Dus heel veel operationele processen kunnen we daar op een hele leuke manier laten zien. Zoals hoe werkt onze bagage? Hoe werkt het als er sneeuw is op Schiphol en hoe gaan we daarmee om? Dus ik denk dat echt heel leuk is voor heel veel mensen. En dat blijkt ook in het bezoek om echt te laten zien. En daarnaast ben ik wel trots op het gebruik van onze Schiphol-app. Dit is wel een succes geworden. Ja, en wat kan daar nog beter aan? Welke dingen wil je daar nog meer mee? Ik kan natuurlijk altijd veel beter. Ja. Veel gebruiksvriendelijker kan hij elke dag wel. Maar real-time. Kan absoluut beter. We werken heel hard aan indoor wayfinding. Wat door GPS indoor wel lastig is. Maar we werken heel hard aan een oplossing daarvoor. En ik verwacht dat we dan veel meer kunnen doen met waar ben je nu? Waar moet je naartoe? Hoe kunnen we je helpen? Ja. Zijn jullie ook niet de ideale plek voor al de zeg maar iBeacon specialisten om aan de slag te gaan? Ja, want, die bellen mij wel 3 keer per dag. Oh ja, dat wou ik net zeggen. Want dat is natuurlijk logisch. Hè? Dus voor wie het niet weet, iBeacon maakt het eigenlijk zeg maar lokale positiebepaling in binnen zeg maar, en heel erg nauwkeurig mogelijk. Ja. Nou ja, en wat ze altijd bedenken zijn commerciële toepassingen. Nou, jullie hebben heel veel winkels waar mensen langslopen of langs zouden kunnen lopen in de paar uur dat ze moeten wachten. Ja. Ja. Maar goed, daar word je. Hoe kijk jij er zelf naar? iBeacons kan voor ons absoluut een oplossing zijn. Wat wij wel altijd heel belangrijk vinden, zeg maar, is om commerciële aanbiedingen of commerciële diensten te koppelen aan informatievoorziening. We vinden het allerbelangrijkste dat mensen goed geïnformeerd zijn over hun vlucht. En over waar ze zijn en waar ze naartoe moeten. Om die stress weg te nemen. En met die informatie proberen we wel zo spoedig mogelijk te gaan personaliseren op commercieel vlak ook. En daar kunnen iBeacons dan natuurlijk wel bij gaan helpen. Ja. Ja. En dus net wat je zegt, dus ook waar je naartoe moet. Dus kan je helpen de richting vinden ook nog weer een keertje intern. Ja. Welke zijn er zeg maar, technologieën die nu eraan het aankomen zijn of nu beginnetjes laten zien waarvan jij denkt van dat zou onze dienstverlening beter kunnen maken?
Ik denk dat net als elk bedrijf zijn wij nu heel hard bezig om onze kanalen veel meer omnichannel in te gaan richten. Toen ik begon met de app ontwikkelen, keek ik echt puur naar wat moet die app doen en wat niet en hoe moet die eruit zien, et cetera. En ik keek nog niet naar van, hey, wacht even, als iemand nou eerst naar de website komt en hij gaat daarna de app gebruiken, kan ik dat proces niet vermakkelijken. Mm-hmm. Moet iemand dan weer helemaal opnieuw zijn journey beginnen? En als hij dan op Schiphol komt en hij gaat een informatiekiosk benaderen, dan moet hij weer helemaal opnieuw beginnen. Terwijl hij natuurlijk ook eventjes via een QR-code of NFC of wat dan ook, ja, zijn hele reis meteen alweer kan zien. Dus dat is denk ik wel voor ons iets waar we heel hard aan gaan werken de komende tijd. Ja. Ja. Oké, super. Nou, benieuwd. We gaan zien waar al die developers mee komen deze dagen. Ja, bedankt zeker voor de informatie. Benieuwd. En dat weten we morgen. Dankjewel. Absoluut. Dankjewel.